bijzondere dag vandaag. Trek de pont, de derde keer dat dit evenement hier in Nieuw-Beierland plaatsvindt. En ik vind het allereerst een compliment aan Johan Verhul en zijn mensen om hen te belonen met een applaus voor in elk geval de opzet en de organisatie van dit evenement. Mag ik een hartelijk applaus voor Johan Verhul? Het lied van de pont. Kijk, dan gaan we straks het startschot krijgen en dan is het in één keer... Boem! En nu wordt er niet meer gelachen! Nu wordt er getrokken! Nu moet dat klein op gang getrokken worden! Ah, daar komt hij! Daar komt hij! Kijk eens aan, daar komt hij! Gaat er op die klok, 49 seconden! Ja, we gaan ze natuurlijk een applaus geven hier! Die groep van de Spekbouw! Ah, ze zijn kapot! Kijk eens! Hans Riesebos van de Pont die heeft het initiatief genomen. Ze hebben allemaal 5 euro geschonken en dat wordt hier dus overgedragen aan de mensen van Pink Ribbon. Hartstikke fijn, goed gedaan. Ja, prima. Kijk, zo moeten er meer zijn, hè. Dan gaan we de goede kant op. Team Zorgelaar die heeft nog een paar sterke mensen nodig. Run. Ja, daar komt de muziek, mensen! Daar komt de muziek! En deze muziek betekent dat er zo getrokken gaat worden en nu gaat ze natuurlijk allemaal aan. En dan gaan er weer wat auto's op. Hebben jullie gegeten? Spinazie, bananen, chocola. Dames. Klaar voor, dames. Zijn we er klaar voor, dames? Ik hoor helemaal niks. Kijk. Zal er getrokken moeten worden. Thank you.
hartstikke lastig. Gaat er maar eens aanhangen. Zo'n rotpomp van 300 ton. En nog eens zo'n autostrop. Dat doet pijn. Dan gaan we aan de andere kant van de auto's eraf. We gaan de verroosters op. Er staan er nog niet zoveel, dus misschien hebben jullie geluk. Pippi Langhuis erbij hier. Goed, de auto's gaan eraf. Jeroen, de drums, jongen. Ja. Wat denken jullie van die twee sterke mannen? Ja, ook zo. Oké, heel goed. Je moet er winnen. Ah, kijk eens aan. Ze zijn ook Nederlands kampioen vrachtwagen trekken. Richard van der Linden. Ze was in 2012 sterkste man van de wereld. Glenn Springenveld en Richard van der Linden, de mannen uit Hoofddorp. Hier zometeen ook met z'n tweeën die pont gaan trekken. Nou, gaan we eens even kijken of ze in die shirtjes passen. Ja, gaat allemaal lukken. Pink ribbon staat er ook op. Het doel waar we het allemaal voor doen hier vandaag. Ze gaan er gewoon voor en ze hopen hem vooruit te trekken en kijken hoe ver ze komen. Kijk, de kleinste staat al klaar. Die gaat het in zijn eentje doen. Alles goed aan. Ik heb het allemaal toch een regel hier. En nu gaat ze natuurlijk aanmoedigen met z'n allen. Want dat hebben ze nodig. Ze willen het zo graag. Ze willen gewoon die 75 meter vol trekken hier. Ze willen die pont van Hekelingen aan die bij optrekken. Maar ze hebben het nog nooit gedaan, dus ze weten ook niet of het gaat lukken. Dit gaat hier gebeuren in Nieuw-Beierland. Daar komen de drums. Ja, dat eerste stukje met die pont, om die pont even op gang te krijgen, dat is zo ongelooflijk moeilijk. We schudden elkaar de hand, wens elkaar succes. Ja, en nog even een kusje. Dan gaat het gebeuren en we gaan ze aanmoedigen, mensen. Kijk er aan. Hoe ver ze dan komen.
natuurlijk zeer dat die beter gaan verzuren. Tom Elza geeft ze nog één keer een geweldig applaus. Kanjus, Richard komt nog in en de Brent springt in het veld. Dat zakken. We hebben 24.